Weet je ook niet wat je mee moet nemen als je op vakantie gaat en hoe je nou het beste je koffer in kan pakken? Hi, ik ben Emma van der Brace en woensdag vliegen wij naar Barcelona voor de Barcelona Bridal Week. Dat is het evenement op het gebied van bruidsmode. Dus ik moet ook mijn koffer inpakken. En ik vind het altijd heel erg moeilijk. Ik vind het altijd heel lastig om te bepalen wat neem ik mee. Wat soort dingetjes zijn er allemaal? Hoe praktisch moet het allemaal zijn? En hoe mooi moet het allemaal zijn? Want we gaan ook echt werken. Het zijn ook zakelijke dingen. Dus het is ook belangrijk om er dus representatief uit te zien. Dus ik begin altijd heel erg op tijd. En ik denk dat de eerste tip is, begin op tijd met het bedenken wat je mee wilt nemen, wat je aan wilt. Ik begin altijd met de schoenen. Ik kies wat voor schoenen neem ik mee en welke wil ik aan. We hebben dus ook bijvoorbeeld een groot gala. Nou, daar moeten hele mooie schoenen bij, een jurk. Ik weet nog niet precies welke jurk het zal zijn. Dus het wordt of dit paar schoenen, deze rode schoenen, of het worden die gouden schoenen. Nou, dat zijn showstoppers en het is jammer als ik die meeneem, maar niet gebruik daarna met andere outfits. Dus dat zijn twee startpunten voor outfits die ik mee kan nemen. Dan denk ik ook, ja, die rode, die zijn heel erg mooi, maar die zijn wel extreem hoog. En als wij de hele dag door Barcelona willen lopen, zijn dat misschien niet de beste schoenen. En daarbij ben ik bang dat ze stuk gaan. Dus moet ik ook een ander paar schoenen meenemen, wat ook weer geschikt is om de hele dag op te lopen. En wat tegen een stootje kan. Nou, daar zijn die turquoise heel geschikt voor. Maar goed, dan neem ik turquoise schoenen mee en dat moet natuurlijk ook weer bij dingen matchen. Dus dat, die drie paren schoenen zijn eigenlijk dus het startpunt voor alle outfits die ik nu een beetje heb zitten bedenken. Dan heb ik nog een reservepaar. Misschien neem ik die groene ook nog mee. En dan ga je denken, Emma, voor hoe lang ga je dan? 5 dagen. Maar goed, het is wel heel belangrijk dat we al die dagen er mooi uitzien. Ik ga gewoon even vertellen wat ik gedaan heb en hoe ik het meestal doe. En dan denk ik dat jij de helft mee kan nemen en dan komt het nog steeds heel goed. Wat ik doe is, dus ik heb die schoenen bedacht. Dan bedenk ik, nou, ik wil in ieder geval een broek mee, stel dat het heel koud is. Ik neem jurkjes mee, dus ik neem ook een paar kousen mee, stel dat het koud is. Neem een jurkje mee vast heel warm is. Ik neem eens vestjes mee, wat je over kan dragen. Dus als het dan fris is of warmer, dan kan je daarmee spelen. Er zijn best wel veel dingen die we gaan doen, die voor 's ochtends beginnen en pas later eindigen. Dan is het ook handig om een vestje mee te nemen of in je tas te kunnen doen of een jasje aan te hebben en uit kunnen doen eventueel. Nou, we hebben de zakelijke dingetjes overdag. Dan vind ik het mooi om een gekleed jurkje te dragen. Dus ik heb dit jurkje heb ik mee, omdat het heel gekleed is. Er kan er weer een wit colbertje over, eventueel als het wat frisser is. Ik heb deze twee jurkjes, die bloemen, die is weer heel zomers en vrolijk. Dus als het heel warm is, kan ik die dragen. En dat lichtblauwe jurkje kan zowel als het wat kouder is, als het warm is. Want het is een hele mooie bolcrepe gevoerd met zijde. Dus dat zit altijd lekker, wat voor weer het ook is. En het ziet er ook gewoon heel gekleed uit. Nou, op al deze jurkjes kan dus een wit vestje of een wit colbertje. Dus dat matcht sowieso heel goed. Ik kan daar dus ook weer een witte sjaal bij dragen. En bij al die jurkjes kan of een turquoise paar schoenen. En bij deze vind ik kan dat ook, want er zit hier een turquoise randje in. Ook heb ik daarom dus de turquoise armbanden. Omdat je die dan weer om kan doen en dan klopt het allemaal weer bij elkaar. Vind ik het ook handig om wat meer keus te hebben. Dus ik heb ook wat losse rokken mee, die ik dan weer met losse shirtjes kan dragen. Dus dat zou dan eventueel ook nog kunnen als ik overdag denk, ik wil toch een rok met een shirtje aan. Dan kan ik s'avonds switchen naar een jurkje. Is toch iets gekleden ook om uit eten te gaan bijvoorbeeld. Want deze is ook gewoon chic genoeg om uit eten te gaan. En ik heb ook een little black dress bij me, als het heel, heel chic moet. En daar kan ik ook weer elk paar schoenen bij doen wat ik heb. Past altijd. En daarom heb ik dus ook riemen en dus die kettingjes mee. Want doe ik turquoise schoen, doe ik turquoise kettingje. Doe ik rode schoen, doe ik rode riem. Nee, dat past allemaal bij elkaar. Wat ik ook, wat we hebben meegemaakt eerder toen we in Barcelona waren. We waren een drukke dag gehad. Dus we waren uit eten geweest en toen liepen we terug. En toen ben ik beroofd. Toen hebben ze, ik had een handtasje onder mijn arm. En dat hebben ze onder mijn arm vandaan gegist. En zijn er vandoor gerend. Ik had die schoenen aan. Ik ben op die schoenen achter ze aangerend. En riep, ho, stop, houd het lief. Maar dat hielp niet. Ze waren op een scooter. Dus wat ik daar wel van geleerd heb. Is dat het sowieso handig is. Om ook jurken met zakken mee te nemen. Dan kan je ook de meest belangrijke dingen of geld in je zak bewaren. En natuurlijk heb ik Hilbrand ook bij me. Maar Hilbrand vindt het altijd fijn om dingen in mijn tasje te doen. En als je dan beroofd is het toch niet zo handig. Dus dat je in ieder geval je telefoon of zo echt op je lijf gaat dragen. En wat een hele goede tip daarvoor is sjaals. Want als je een sjaal omdoet, dan kunnen ze niet zien of jij al dan niet hier een tasje hebt zitten. En dan kunnen ze hem ook niet zo goed pakken. Dus dat leek mij een heel slim idee om te proberen te voorkomen weer beroofd te worden. Want het is ook zo jammer van je
mooie tasjes en spullen. Dat in ieder geval. Nu hoor ik jullie al denken, Emma, ik zie helemaal geen platte stappers of hele praktische schoenen. Nou, die hebben we ook niet echt nodig. We zijn wel veel hele dagen in touw, maar we gaan niet door een bos wandelen of over een strand of allemaal dat soort dingen. Want het is wel echt in Barcelona zelf. En alles is daar goed bestraat. Je kan overal gewoon prima lopen. Het is ook een hele overzichtelijke stad. Je verdwaalt ook niet zo snel. Dus ik heb geen platte schoenen nodig. Dan, hoe krijgen we dit allemaal in een koffer en zorgen we dat het niet te veel weegt en ook nog praktisch ingepakt is en dat Hilbrand ook nog iets mee kan nemen, want als het ook fijn is, hij lacht al achter de camera. Kleine tips, rol dingen op, dan kreuken ze het minste. Stop dingen in je schoenen, dan kreuken ze het minste. Zorg dat je plastic zakjes hebt of je schoenenhoesjes, dat je daar je schoenen in meeneemt. Maar dan kan je dus je schoen stop je wat in en bijvoorbeeld je kousen, die stop je erin en dan stop je je schoenen in een hoesje, stop je daar wat bij in en dan beschadigen ze niet. Worden ze niet ingedeukt en ligt het gewoon goed in je koffer en bespaar je dus ruimte. Dat is heel handig om te doen. En neem gewoon even de tijd om het te doen, zodat je gewoon goed weet, oké, dit zit daarin, dit zit daarin. En dat je niet ineens overhaast het erin moet smijten, want dat kost altijd de meeste ruimte. Nog een tip, ik zorg ook altijd dat ik iets bij me heb in de handbagage. Stel dat die koffer niet aankomt, dat ik wel in ieder geval mijn sieraden gewoon bij me hou en bij me heb. Of opdraag zelfs, dat zou ook nog kunnen. Dat je niet het kwijtraakt, mocht daar wat mee gebeuren. Ook nog een tip, die mooie galjurk die meegaat. Het is zijde, dat kan heel gevoelig zijn om te kreuken. Daar heb ik al een keer een filmpje over gemaakt om te laten zien hoe je dat doet. Maar wat doet je rolt hem in stof? Op. Het handigste is een grote handdoek. Dus ik ga doen, dus ik rol hem denk ik in andere kleren op. Zodat hij niet kreukt en mijn andere kleren ook kreukvrij in de koffer gaan. Ben je benieuwd wat we allemaal gaan doen in Barcelona? En wil je de eerste zijn die alle 2015 trends kent op het gebied van bruidsmode? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En like onze Facebook pagina. Want daar zetten we ook alles op wat we gaan zien, wat we gaan doen. En de camera gaat mee. Dus we gaan overal filmpjes van maken. Van de shows, van de dingen die we zien. Van Barcelona zelf, onze prachtige stad. Dus dat gaan we jullie allemaal laten zien. Dus als je abonneert, dan ben je de eerste die daarvan op de hoogte is. En ook omdat Barcelona Bridal Week is echt het moment waarop alle trends voor het komende jaar bekend worden. En ze zijn super toonaangevend, dus dat is sowieso heel interessant en ook heel erg leuk om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer.